Motoclubs liggen onder vuur. No Surrender vormt daarop geen uitzondering. Kopstuk en het gezicht is de 53-jarige Henk Kuipers. Wij vroegen en kregen toestemming hem een half jaar te volgen. Zowel privé, maar ook als bikkelharde leider van de volgens justitie meest criminele motoclub van ons land. We zijn in Spanje, in Torremolinos om precies te zijn. Aan de Costa del Sol geniet Henk samen met zijn familie van een welverdiende vakantie. Alleen zit het strand er vandaag nog even niet in. Althans, niet voor Henk. Hij is vroeg opgestaan omdat een zogenaamde promo op het programma staat. Zeg maar een ontgroening voor nieuwe leden van No Surrender. En dus is het alleen ontbijten vanochtend. De rest van de familie ligt nog op één oor. En na de inwendige mensen te hebben versterkt, reserveert Henk snel nog even wat stoelen bij het zwembad, alvorens aan het werk te gaan. We zijn er weer, hè? We zijn er weer. Los Spanje. Los Ballos. Waar ik me altijd over verwonder is die expansiedrift van motorclubs. Ik bedoel, daar vormen jullie geen uitzondering op. Maar daardoor lijkt het me ook lastig als motorclub om daar controle op te houden. Dat is verdomd moeilijk, maar dat is niet, wij willen daar geen controle houden. Wij willen ook niet hebben dat we die mensen controleren. Wij willen die mensen gunnen dat ze No Surrender mogen wezen. In Spanje, daar zijn jullie ook groot? Ja, heel groot, ja. Momenteel zijn we daar heel groot. Is dat dan van omdat jullie dan af en toe een uitje hebben naar Spanje? Of moet maar nee, dat is door die jongens die zien hoe wij, denk ik, acteren in Nederland met alles ten aanzien van motorwezen. Ja, en dat groeit al snel. Ja. Het is geen wedstrijdje verplassen voor alfamannetjes? Nee, maar dan sta ik bij de verkeerde club, denk ik. Dan had je bij een internationale motorclub in Amerika moeten zitten. Goed u. Ja. Promotion, hè? Zee. Takes me back about 50 years this when I was a biker. Nou, is dat hier? No good now. Keep good health. Thank you very much. You're a lovely crowd. Okay. Very happy. Ja, nadat iedereen zich heeft verzameld, wordt koers gezet naar het nieuwe clubhuis van No Surrender. Het ligt op een industrieterrein net achter een woonwijk in Malaga. Daar waar dus ongestoord herrie kan worden gemaakt en waar de nieuwe leden wachten op wat komen gaat. We hebben de Spaanse promos vandaag. Dus voor het eerst dat we in Spanje separaat doen van Nederland. En wat gaan we te zien krijgen? Wat moeten we worden we jongens prospect geslagen en dan worden wat jongens full member geslagen, zeg maar. Ja. Nou zit er ook een verschil tussen prospect en full member. Ja. Hebben ze ook andere rituelen? De inwijding is normaal als je hengeramd wordt. Hè, dan word je lid van de club. Ga je eens een balkje, twee balkjes voor. En dan word je prospect en balk achter op de rug. Dan ben je al een beetje ingevoerd in de club, dat kennen we al. En dan word je geslagen. Waarom is dat eigenlijk nodig, het slaan? Het is een ritueel van vroeger. Het is, als je wil laten zien dat je bij die groep hoort en je wil laten zien dat je een brother bent, ja, dan moet je een beetje pijn verleggen, zeg wel. Moet je even een stootje kunnen. Moet je een stootje kunnen, maar ook de waardering wordt groter als je dat doet. Everybody attention! Full members! All the jacket! Make them round, so you can hit, oké? Okay? All full members. Yes? Oké, okay, we expect you 5 minutes outside. Gewoon leren jasje en dan vastmaken met tape. Dat is een sweepwoord. En dan kan je lekker los gaan zo. Die jongens die moeten door die haag heen voordat ze bij jullie zijn en dan? Wij zijn op het einde van de rit samen en dan geven we elkaar een hand en dan zijn ze wel full member. Dan zijn ze full member. Dat is full member. Pijnlijk? Je hebt het zelf ook een keer ondergaan? Ik heb het zelf ondergaan en ja, pijnlijk. Het was pijnlijk. Hey jongens. 20, this side, 20, that side. Ready for it? No. Yes? Okay, see? What do you guys expect? A lot of pain or? I don't know. Well, I'll tell you later. You tell me later. Come on, no, yeah. Come on! Ik heb Ries op de rug. Ga je iets wegwisselen? Doei! Wah! Kom aan! Papaya! Hey! Broken rib. Broken rib. Next! Hippa! Kom hier! Hey! Voorkant! Handen! Hallo! 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 Hallo!
Yes, sir. En zo. Kom op, recht op, man. Vliegenwepper! Oh, man, de leren. Helemaal kapot. Even wachten, jongens. Allemaal! Water! Er is niks aan de hand, man. Het deed pijn, gewoon al van het kijken. Ja, man, dat was een beetje werk. Er ging de een out. Ja, ja, dat kan. Die ging daarna nog een keer, onder begeleiding van een van jullie. Ja, die mensen die gezond zijn moeten gewoon door. Dus die moeten gewoon doorlopen. Hoe was het? Het was perfect. Ik was de eerste keer. Ik moest even winnen. Dus het liep gewoon goed, dus in principe was het gewoon perfect. Mag je wel? Want de eerste keer toen je liep, toen kreeg je zo'n harde tik dat je even wegviel, hè? Het leek alsof ik weer een beetje wegviel. Er kwam omdat ik mijn adem had ingehouden. En dat was gewoon een fout. Je moet gewoon door blijven ademen. En dat was gewoon goed gekomen, maar we staan er, dus ik ben tevreden. Er waren twee jongens die haalden het in eerste instantie niet. Die gingen toen ook onder begeleiding nog een keer. Ja, ja, nou ja. Zijn het dan mindere mannen? Of, Nee, we hebben het eens kijken. Het lichaam van sommige mensen, ja. Kunnen dit ook niet aan. Dat gaat ook extreem natuurlijk. Hè? Je hebt twee soorten manieren van slaan. Dit is echt, echt goed slaan. Dit is wel heftig, ja. Ik denk dat ik bij één klap al zo liggen. Ja, maar je moet er 50 hebben, dus ja. 50? 50, ja. Is er eigenlijk een dokter bij hier? Ja, ik. Psycholoog, dokter, alles. Nee. Ja. Hey, viel mij op, jij staat gewoon te lachen, hè, terwijl ze worden geslaan. Ja, maar het is, kijk, je hebt het zelf ook allemaal meegemaakt. En, ja, dat deed, ook lach, we hebben het ook lachend meegemaakt. En niet om stoer te doen, maar we hebben een lachen doorgelopen. Het is niet zo dat als jij daar staat, dat je denkt, die is wel heel hard. Nee, kijk, daar liggen mensen verschillen. Het is zijn keus. Ja, maar het is ook mensen verschillen natuurlijk. En je weet van tevoren wat je krijgt. Wil je lid worden van deze club, dan krijg je dit. Nou, ja, en als je dit niet kan ondergaan, kun je geen lid worden van No Surrender? Met medische beperking kan dat natuurlijk. Er zijn mensen met medische beperking die kunnen ook lid worden. Maar mensen zonder medische beperking moeten gewoon door. Volgende week in Captain Henk zet de familie Kuipers het zwembad op stelten en vallen er rake klappen. Oh.